Ik heb vandaag de knooppannen van Linwood, een pendel. Dit is een mooie volle knoop voor een van brede kraag. Het is wel eentje die heel veel stof verbruikt, dus hou er rekening mee. Hij is lastig te maken omdat er best veel vouwen in zitten en veel slagen in zitten. Maar uiteindelijk heb je wel een hele mooie knoop. Dus we gaan gewoon meteen beginnen. Ik zal hem even losmaken. Het is er een die je knoopt met het dunne gedeelte van je das. Dus de afmeting van je das is eigenlijk al meteen goed. Zorg ervoor dat je das op ongeveer navelhoogte of net daaronder begint, zodat je straks met je afmeting goed zit. Ik heb mijn brede zijde aan mijn rechterkant, de dunne zijde links. Ik knijp mijn rechterzijde af, breng hem naar het midden toe. En ik zorg er eigenlijk al voor dat ik vrij hoog ook begin, dat ik weinig hoef aan te passen dadelijk. Ik sla hem links over rechts, ga midden door en meteen weer naar links toe. Vervolgens haal ik hem hier één keer doorheen, zodat het hier aan de voorzijde zit. En wat je nu gaat krijgen is, omdat je hier boven zit, val je je dunne gedeelte van je das dubbel en ga je nu de vouw rechts of links over rechts maken. Komt hier terug naar het midden toe. Nu ga ik hier nog steeds gevouwen naar boven toe. Dan haal ik hem er achterdoor. Lijkt een beetje op de Penrose knoopoog. Althans de slagen die je maakt. Zodra ik hier achter zit, haal ik hem open. Dan maak ik een volle slag. En ga ik weer naar achter. En terwijl ik naar achter ga, als ik al achter ben, hier val ik hem weer dubbel. En nu maak ik weer een slag over rechts. Achteren toe. Een slag over links. En had ik nou nog wat ruimte gehad, of wat meer stof, was ik nog een keer hier van achter naar voren gegaan. Maar dat heb ik niet. Dus ik laat het bij deze slag zitten. Overtollig gedeelte gaat hier achter mijn kraag. Zorg ervoor dat je kreuk in je stropdas hier netjes op het midden zit. Trek hem aan. Kraag omlaag. Wat je nu gaat doen uiteraard is ervoor zorgen dat je volume krijgt in je knoop. Wat je kunt doen is je knoop aan beide zijden vasthouden. Even je duimen erin drukken. Dat hij wat naar voren komt. Eigenlijk gewoon puur de volume in de knoop laten zien. Wat mij betreft, op de kraag gedeelte na hier, een hele geslagen knoop. Dus ik ben vooral benieuwd naar jullie meningen. Wat vinden jullie van deze knoop? De pendant knoop. Een mooie volle knoop. Voor een brede kraag. Laat me weten wat je ervan vindt. Laat een like achter, like een plus achter. En wil je meeknopen zien, abonneer je op dit kanaal.